YouTube-toets. Like de video sneller dan dat Huggy Wuggy verandert in een hond voor een 10. Dit voelt raar. Ja, dat snap ik. We weten inmiddels hoe Daddy Longlegs eruit ziet. Overdag. Maar hoe ziet hij eruit in de nacht? Deze video kan heel spannend zijn. Dan weet je dat. We beginnen eerst met een stukje overdag. En dit is het moment waarop Daddy Longlegs gaat aftellen zometeen. Oh my gosh. Nee. Nee. Zeg het niet. Zeg het niet. En... Sorry, dat was heel raar. Oh. Aan de kant. Ga nou aan de kant, hij telt af. Luister. Als je blijft staan, weet je toch wat er gebeurt. Naar achter. Naar achter. Ik wist dat het zou gebeuren. Maar alsnog schrok ik me kapot. Maar nu, in de nacht. En dan wordt hij ook wel Nightmare Daddy Longlegs genoemd. Normaal is dit het moment waarop Mommy Longlegs achter je aanrent. Maak de deur nou open. Maak de deur nou open. Nee. Nee. Snel. Haal de hendel om. Oké, net op tijd. En oh ja. Hij is mega eng. Ik bedoel, hij heeft een andere kleur ogen. Hij heeft scherpere tanden. En grotere handen. Hij is nog steeds blauw. Dat is niet per se veranderd. Het lijkt nog steeds op een bosbes. Die nu veranderd wordt in een salade. En natuurlijk is experiment 1006 daar om Daddy Longlegs mee te nemen. En dit is trouwens best interessant. Want er waren namelijk mensen die dachten dat experiment 1006 Daddy Longlegs is. Maar dat kan dus niet. Want we zien hier dat Daddy Longlegs wordt meegenomen door experiment 1006. Weet je waar ik benieuwd naar ben? Wat gebeurt er als Mommy en Daddy Longlegs elkaar tegenkomen? We hebben namelijk al een hoop gezien in chapter 2. Maar dat nog niet. Er komt iemand. En het is niemand minder dan Daddy Longlegs, terwijl Mommy Longlegs er al staat. Wat gaat hij doen? Een kus? Een knuffel? Een kus en een knuffel? Volgens mij gaat hij gewoon de hendel omhalen, of niet? Het is zo droog om dit te zien. Je verwacht echt een huwelijksaanzoek of zo. Maar nee, hendel om. Adios, amigos. Of tenminste, hij kijkt nog even. Kijk, het is natuurlijk bekend dat Mommy Longlegs en Daddy Longlegs eigenlijk een soort van vijanden zijn. Dus dit is best logisch. We gaan even terug in de tijd. Chapter 1. Alleen wij zijn Huggy Wuggy. Oh my gosh. Maar valt Huggy Wuggy ons dan nu aan? Nu wij Huggy Wuggy zijn. Ik ben benieuwd. Wat? Hij valt je dus niet aan wanneer je hem bent. Wat best logisch is. Want anders slaat hij zichzelf. Als jij voor één dag een Poppy Playtime karakter kon zijn. Banzo Bunny, Mommy Longlegs, PJ, de speler Huggy Wuggy. Wie zou je kiezen? Maar wat als het niet Huggy Wuggy, maar Brawn is die achter je aan zit? Oh, dit is zo raar. Dit is de eerste keer dat ik Brawn echt zie leven. En bewegen. Leven en bewegen. Oh nee. Ja, dat was pittig hard. Iets wat veel mensen zich afvragen. Hoe ziet de Poppy Playtime speler eruit? Oftewel, jij. Jij ziet namelijk alleen je grabpack handen. Maar hoe ziet de persoon eruit? Daar gaan we nu achter komen, want dat is de Poppy Playtime speler. Alleen dan als Mommy Longlegs. Wat? Hij heeft een mega grabpack. En dat is de grabpack uit chapter 1. Dus dat is de rode en de blauwe. En hij is geel. Hij heeft geen gezicht. Hij is geel. Het lijkt een beetje op zo'n testdummy. Weet je wel? Waar ze dan zeg maar van die, nou ja, tests mee doen. Vandaar de naam testdummy. Nog een vraag. Wie is de snelste ter wereld? Ik als ik taco's eet. Bob als die taco's eet. Maar wie is de snelste ter wereld die blauw is? Inderdaad. Dan hebben we het over Sonic. En dit is hoe het eruit zou zien als Sonic Mommy Longlegs zou zijn. Ik weet niet waarom ik lach. Dit is eigenlijk het moment waarop je heel dramatisch zo naar je scherm moet kijken. Maar dit is echt de 100ste keer dat ik het zie. Iedere keer met een ander karakter. En het kan toch niet gekker worden dan Sonic? Of wel? Ja, nou, misschien wel. Misschien een beetje, ja, wel. Ik neem mijn woorden terug. Welkom, Shrek, in de Poppy Playtime Factory. Hij speelt Mommy Longlegs. En het is nog enger dat hij, zeg maar, met zo'n big smell op zit. Alsof hij in zijn moeras pannenkoeken aan het bakken is. Terwijl hij eigenlijk een soort van gesloopt wordt. En nu is het tijd voor Roblox. Dit is het huis van Piggy. En wij vliegen er overheen. Of nee, wacht. Eigenlijk moeten we in het huis zijn. En dat om een speciale reden. We zijn op zoek naar de zeldzaamste Piggy ooit. Is dat een poepje? Wacht even. Na al die jaren
De Poopy Piggy! Wat eigenlijk best wel cool is. Poopy Piggy. Het klinkt lekker. Oh, alleen het ruikt niet zo lekker. Waar is de toiletpapier? Maar nu zijn we hier. En met hier bedoel ik in deze carnavalstent. We moeten namelijk naar boven toe. En dan hebben we hier een pet. Yes! Regelrecht uit Friday Night Funkin'. De Boyfriend Piggy! Zoek nou verder! Oké. Maar nog steeds moeten we hier zijn. Alleen deze keer moeten we hier de hoek om. En check dit. Yes! We hebben de zilveren piggy met een goud tapijt. Eigenlijk zou ik nu een zilver tapijt moeten hebben. Maar deze is cool. Voor de volgende piggy die ik zoek, moeten we weer naar het piggyhuis. Of tenminste, niet helemaal. We moeten in de tuin zijn. Via dit luik naar beneden. En deze strik. De puppet piggy. Oh, die is creepy. Dit is hoe Piggy eruit zou zien. Ik stoot letterlijk de hele tijd mijn hoofd. Dit is hoe Piggy eruit zou zien als een pop. Maar volgens mij zag ik net wat toen ik door dit raam sprong. Het is niemand minder dan de verdrietige Piggy. Oh, ik vind hem er echt zo zielig uitzien met die glinsterende oogjes. En we zijn hier weer terug. Want er zijn er hier gewoon zoveel verstopt. En dan moeten we volgens mij over dit soort van hek springen totdat we iets paars zien. Welke is dit? Deze is zo mega gaaf. Ik weet niet wat mijn favoriete piggy is, want ze zijn allemaal cool. Maar dit is wel een van de betere. Voor de volgende piggy moeten we in deze school zijn. En volgens mij in een klaslokaal met rode stoelen. No way. Is hij... Oh, hij ligt hier. Sonic.exe! Bereid je voor op de engste piggy tot nu toe. Gast. En deze is ook mega snel. Jup, dit is mijn favoriet tot nu toe. En voor de volgende moet ik hier zijn. En ik ga mijn vliegende tapijt gebruiken. Want deze zit ergens in de lucht. No way. Yes! Het is de zon. Ja, niet echt natuurlijk. Het is Piggy als de zon. Maar deze is zo gaaf. Je hebt nooit meer een lamp nodig. En ik blijf het zeggen. Hier zijn zoveel Piggy's. We gaan deze kant op. We stoppen hier. Want in deze boom... Oh snap, wat is dit? Het is de draken Piggy. Het is Piggy die kan vliegen. Als een draak. Deze is badass. Ik ben benieuwd of die vuuradem heeft. Maar we zijn nog één laatste keer in de school. Want wat als Piggy een leraar zou zijn? Raad in de comments. Waar zou die dan les in geven? Geen idee, maar... Leraar Piggy! En ik moet zeggen, met die liniaal heeft hij wel wat weg van Baldi. Want hij is ook kaal. Maar nu ga ik op zoek naar iets anders. Oh snap, wat is dat? Eigenlijk een betere vraag. Hoe komen we daar? Oh my gosh. Dit is de opslag. Huggy Wuggy speelgoed. Open Baldi quiz. Wat is 9 plus 10? Oh my gosh, nee toch. 100 plus 0 is 100. Wat moet ik hier nou weer mee? Het is fout. Oh my gosh. En dan hebben we hier 4 gangen. Oh, moet ik gaan kiezen? Wacht eens even. Waarom zitten deze dozen hier voor? Ik kan nu heel de map zien. Weet je wat? We gaan gewoon lekker voor de laatste. Oh, ik weet niet eens of dit de bedoeling is. Maar waar komen we uit? Oké, daar gaan we. Oh, nice! Dat is die hand die we net zagen. Dude! We hebben de zombie daddy long legs. Deze is nog enger dan de normale. Ik ga één van deze 4 nu unlocken. En ik ga voor de eerste. Geen idee wie of wat dit is. Oh my gosh. Ik denk dat ik al weet wat dit moet voorstellen. Kijk maar naar die hand. Dit moet experiment 1006 voorstellen. Je weet wel, die enge hand die mommy longlegs meeneemt nadat je haar hebt ingemaakt. Oh, deze is zo creepy. Abonneer voor meer en adios.